Dus voor het plaatsen van een bike line of step line, allemaal hetzelfde. Dus ik heb in dit geval een split line. Dus je hebt altijd zo'n lus, soms is die grote, soms is die kleine. Die lus houd je tussen deze remkabel, als je links een remkabel hebt, dat die daar tussen komt, dus dat die rond je balhoofd komt. Dus houd die lus zo. Hier zorg je ook dat je met je kabel tussen de remkabel blijft en rond je balhoofd. In dit geval zijn er twee. Tikt gewoon door de lus. Dus je houdt gewoon in principe de lus vast en trekt dan gewoon die lijn door. En die trekt je goed aan. Waarom doe je die langs de linkerkant? Omdat je in dit geval ook de stang de linkerkant hebt, is dat iets handiger voor door te steken. En dan is het gewoon nog hier doorsteken. En dan de rondbevestiging natuurlijk. Dat is het.